Welkom bij de Kruidenheksen. Hoi hoi. We gaan deze week eten uit de natuur in maart. Maken jullie wat wegwijs over eetbare plantjes die nou net de grond, uit de grond piepen. Kijk maar. We liggen ertussen. We liggen lekker tussen de brandnetels en de dovennetel. Van alles en nog wat. En we gaan nog niet alle eetbare planten in maart behandelen. We strijken het een beetje uit over verschillende jaren, want anders dan... Ja, dan... Als is het te veel in één keer, dan kan je het toch niet onthouden. Nee, en dan kun je er ook eigenlijk helemaal niks meer mee. Nee, we hebben deze keer 5 van onze favorieten uitgekozen. En dan nog een paar bloemetjes om mee te decoreren. En we gaan vandaag heerlijke crackers maken. Hè? Een soort van ontbijtcrackers, tussendoor crackers. Lekkere crackers. Ja, daar kun je dus heel goed wilde planten in verwerken. En wij eten geen brood, kunnen het niet verdragen. Dus dit is onze manier. En wellicht zijn jullie er ook mee geholpen. Het is een makkelijke manier om wilde planten te verwerken. En ja, zeker in het voorjaar. Hè? Heerlijk, hè? Voorjaarsplanten. Heerlijk, ja. Ja, die voorjaarsplanten, dat is heel erg mooi. Die heb je gewoon echt nodig. Ze werken heel erg ontgiftend. En je kan eigenlijk wel zeggen dat alle voorjaarsplanten die eetbaar zijn, boordevol vitamine C en A zitten. En ook boordevol met ijzer. En dat heb je gewoon heel erg hard nodig. Ze werken ook ontgiftend, die planten. Dus ze zorgen ervoor dat je lymfesysteem weer mooi schoon wordt. Dat betekent dus dat je alle opgeslagen gifstoffen van in de hele winter, zeg maar, die je hebt opgeslagen, makkelijker uit je lichaam weer kwijt kan. Dus ja. Ja, het is echt een manier voor, van de natuur om je even een kickstart te geven om weer met frisse energie het jaar in te kunnen, zeg maar. Hè? Dus na de winter is je weerstand lager, even die boost. En daar zijn de voorjaarsplanten voor bedoeld. Dus, ja, die voorjaarsplanten, dan moet je wel echt denken, het is echt super, super food. Eet ze dagelijks, maak er soep van, maak er salades van. Smoothies. Nou, wij maken er crackers van. Knabbel lekker rond. We gaan ermee aan de gang, wat zeg jij? Ja, doen we. Speenkruid. Kraailook. Raf. Vogelmuur. Kleefkruid. En zoals jullie horen, probeert de hond mij te helpen met graven. Nou, dan laten we die lekkere crackertjes eens maken. Ze zijn vrij hard, hè? Een beetje knekkenbreudachtig. Ja, wij houden daarvan, een beetje knapperig. Nou, dan zullen we eerst even laten zien welke kruiden dat we daarin, of welke wilde planten dat we daarin gebruiken. Ja. En daar hebben we in brandnetel, dat is wat hier eigenlijk gewoon staat. Doe je ze hier even in de hoeveelheid? Ja. Brandnetel bevat zeer veel vitamine C en ijzer. Wordt aangeraden bij bloedarmoede. En het bevat 25 gram brandnetel. Bevat de aanbevolen hoeveelheid vitamine C per dag. Verder veel vitamine A en E. En brandnetel werkt gewoon heel erg versterkend. Iedereen kan wel wat extra ijzer gebruiken. Over het algemeen hebben mensen daar toch nog wel wat tekorten aan. Zeker als je vegetarisch eet, is een brandnetel een mooie aanvulling. Ja, echt wel. Nou, je hebt ongeveer 2 flinke toppen nodig. Dan hebben we kraailook. Ken je misschien wel. Vooral als je bieslook kent, ken je dit eigenlijk ook wel. Dit is hetgeen wat dus wild in de natuur groeit. Ja, het is een looksoort, net als ui en bieslook. Boordevol vitamine C en A. Ja, het is heel lekker. Het is een beetje, klein beetje knoflook. Ja, fris. Ik vind het een beetje tussen bieslook en knoflook in zitten eigenlijk. Lekker, hè? Dan hebben we speenkruid. Speenkruid? Die ken je vast wel. Dat is, daar komen van die mooie gele bloemetjes in. Alleen je plukt het speenkruid in het voorjaar voordat het bloeit. Ja. Als het bloeit, moet je het eigenlijk niet meer eten. Nee. Dus pluk het speenkruid
voordat het bloeit, er zit heel veel vitamine C in en het is heel lekker. Een beetje sla-achtig, fris. Ja, ja, inderdaad. Even kijken, er lag hier nog een beetje meer. Dan hebben we hier kleefkruid. Ken je vast wel. Kinderen kennen het allemaal. Als je dat tegen iemands kleding aangooit, dan blijft het er lekker op plakken. Ja. Net klittenband. Kleefkruid is ontgiftend, goed voor blazen nieren en heeft een gunstige werking op het lymfisch systeem. Eigenlijk voor alle processen in het lichaam die met vocht te maken hebben, zeg maar. Ja. Maar ook de problemen daarvan. Dus bij teveel slijmvorming bijvoorbeeld, kleefkruid. Wij hebben ook... In het voorjaar is kleefkruid heel krachtig. We hebben een deel al, zijn we aan het drogen om als thee te gebruiken. Dus je zou het vast voor jezelf kunnen verzamelen. Ja, sowieso. Hè. Al ja. deze planten kan je eigenlijk, ja, misschien de kraaienloop niet, maar de rest kan je in ieder geval allemaal gebruiken als thee. Ja. Nou, hier hebben we vogelmuur. Vogelmuur bevat veel vitamine C, A en ijzer. Verder calcium, kalium, zink, mangaan. Het is ontstekingremmend en bloedzuiverend. En lekker fris. Ja. Nou, dit is de hoeveelheid die je nodig hebt, hè? Ja, inderdaad. Nou, verder hebben we dan nog nodig haver. 250 gram havervlokken. Dit hebben we thuis al in de keukenmachine gedaan. Om het helemaal fijn te maken als een meel. Kijk, en ziet het met er dus het kruid erbij ziet het er dan zo uit. Ja, dus eventjes om te vergelijken. Dus je ziet bijna niet de plantjes erin zitten. Dat is grappig, hè? Maar ja, je eet ze dan wel en dat is toch wel heel erg lekker. Zou ik de kom vasthouden? Kijk, de plantjes zitten hier al bij. Leuk, hè? Het ruikt ook heel erg lekker. Ja, lekker. Ja. Ja. Nou, staat het nog goed? Zal ik dit een beetje opzij zetten anders? Wat je dan alleen niet moet vergeten, is om een... klein beetje havermeel apart te houden. Dat heb je dadelijk nog nodig om het meel goed in de goede consistentie te krijgen. Dus die zet ik er even naast. Dan heb ik nodig een theelepel bruine suiker. Die gaat er gewoon bij. Theelepel zout. Een theelepel zout. Dat mag geen zeezout zijn, want dan worden je crackers een beetje bitter. Ja, omdat daar heel veel mineralen in zitten, worden ze dan een beetje bitter, ja. Ja, en gemalen zwarte peper. Lekker erdoorheen, heerlijk. Ja, is leuk om dat buiten te doen, hè. Ja. Zo. Nou, wat je dan doet, is je pakt warm water. Giet je er al een beetje bij. Niet alles. Wil je deze vasthouden? Hoeveel warm water ga je hier ongeveer bij doen, denk je? In totaal ongeveer tussen de 150 en de 200 milliliter. Oh, toch wel. En dat blijf je er elke keer een beetje bij gieten. Totdat het eigenlijk al een... dat het een kneedbaar iets wordt, zeg maar, wat niet te nat is. Kijk, dit is gewoon nog echt veel te droog. Je ziet nu wel de plantjes al iets beter. Dat is wel leuk. Ja, ze komen weer een beetje tevoorschijn. Dus je gooit niet in één keer al het water erin, zeg maar. Want dan krijg je echt zo'n... is niet meer goed te roeren. En dan denk ik dat ik er nu ben. Als je een goed deeg hebt, dan maakt het de schaal eigenlijk uit zichzelf al schoon. Nou ben ik zover dat ik met mijn handen verder kan. Olijfolie. Maar eerst maak ik dit helemaal als een goed deeg, zeg maar. Kijk, en nou is die eigenlijk nog te plakkerig, want het blijft er echt wel heel erg aan mijn handen plakken. En daar heb ik dan dat extra meel voor nodig. En daar bestuif ik het dan gewoon een beetje bij. Dit is overigens helemaal glutenvrij, dit recept. Ja. En gistvrij. En lactosevrij ook nog. Ook nog, fijn. Er zitten geen allergenen in wat dat betreft, hè? Kijk, en nou heb ik echt al een mooi deeg. Maar het plakt nog wel een beetje, maar dat mag. Dan maak ik even gewoon een gaatje in. En dan gaan er 2 eetlepels olijfolie bij. Het was wel een grote eetlepel die laatste, maar dat maakt niet zoveel uit.
Nou, dit meng je er dan weer lekker doorheen. En dan krijg je echt een lekker glimmend deegje. Ik heb wel geluk dat jij altijd die lekkere crackers bakt en ik ben er zo dol op. Wil jij voor mij al de bakplaat een beetje inzetten? Ja. Met een heel klein beetje olijfolie erop. Ja. Kijk, we gebruiken bakpapier en dan kan je meerdere keren gebruiken, zeg jij dan. Ja, hè? Ik vind altijd de derde keer eigenlijk dat ik het gebruik, is het het fijnste. En dan hoef ik er ook geen olie meer op te doen. Dus je hoeft het echt niet zomaar... Nee, ja, wij zijn wel echt van het niet gelijk weggooien als het niet hoeft, zeg maar. Ja, en een siliconenmatje, dat geeft siliconen af. Dat is toch niet zo gezond? Nee. Ja, de plaat... De bak mag weg. Dan hebben we hier de deeg. Dan mag erop. En het enige wat je dan eigenlijk hoeft te doen, is dit helemaal plat te duwen over die hele bakplaat. Dan hoop ik niet dat ik mijn hele gezicht in beeld kom. Dat je niks meer ziet, alleen je neus. Kijk, nou vind ik hem eigenlijk nog iets te plakkerig. Dus ik ga er toch nog wat deeg overheen... Of nee, wat haver overheen strooien. Avena sativa. Ja, zeg je dat toch mooi. Haver ontspant lichaam en geest. Dus ja, dat is echt iets om dagelijks te eten. Als je de kans krijgt. Draai ik hem even een stukje om. En ik werk eigenlijk vanuit het midden, werk ik dit deeg zeg maar gewoon zo over de hele plaat heen. Het is een heerlijk werkje om te doen trouwens, vind ik. Dan ik hem nog een keer. Even te kijken waar het stokje ligt. Ik zie het stokje niet. Oh, nou, ik kan er hier ook gewoon een plantje afplukken wat niet giftig is, zeg maar. Maakt niet uit, kan je er gaatjes mee maken. Hè? Ja. Ja, hier gaat dan even het meeste tijd in zitten. Ik vouw dan eventjes die randjes om, omdat het allemaal netter wordt. Dan krijg je een iets strakker crackerrand. Nou, heb ik geen pizzasnijer in huis, omdat we nooit pizza's eten. Maar gewoon een redelijk bot mes werkt net zo goed. Je houdt dat mes een beetje plat. Ja, want jij snijdt ze voordat je ze bakt, hè? Want anders gaan ze kapot. Ja, anders heb je, als je dit dus als gehele plaat gaat bakken, dan kan je het eigenlijk alleen nog maar in stukjes breken. Ja, dat is gewoon niet echt handig. Nee, dat is jammer. Dan is het helemaal kapot, hè? Nou, wil je er driehoekjes van maken, maak je er driehoekjes van. Dan moet je natuurlijk allemaal zelf weten. Omdat hier zoveel voedingswaarde in zit, vullen deze crackers trouwens wel echt heel erg. Dat is grappig. Als je ze eet, heb je echt het gevoel dat je een flinke boterham op hebt, hè? Ja, inderdaad. Dan doen wij er altijd nog gaatjes in prikken. Ik heb het idee dat de warmte dan beter... in de oven, zeg maar, in die cracker trekt. Doe en dan worden nou ze wat krokanter. Met zuuring. Ja, het stokje is even kwijt. Ja, waar het normaal mee doen. Ergens, ja, maar... vast wel, maar het is niet echt nodig om dat te doen. Prikken er 5 gaatjes in, vinden wij leuk. Vind je 3 leuk, doe je er 3. Nou, dit begrijpen ze zo wel, denk ik. Ja, nou, dit zet je in de oven op... 180 graden Celsius, 25 minuten, dan draai je het om. Dan kan je eigenlijk al die stukjes gewoon breken. Je kan het zelfs met de hand gewoon omdraaien. Kijk, je kan het hier al zien, het is los. En dan zet je je oven daarna uit. En dan laat je ze gewoon afkoelen in de oven, als ze dus omgedraaid zijn. En als je ze er dan uithaalt, als het
ja, als ze klaar zijn, dan zien ze er zo uit. Dit even eraf halen. Nou, een afsluitbare pot, dan blijven ze lekker krokant. Misschien even bij de microfoon breken. Ja, ja, het is lekker krokant. Het is, ik zal eens even een knabbeltje doen. Ja, ik weet niet of je het hoort, maar... Ja. Nou, we laten zo nog even een suggestie zien van wat je erop kan doen. En ja, wij eten deze dus dagelijks als ontbijt. Ja, inderdaad. Ideaal, je kan er alle soorten planten in verwerken. Eetbare dan wel te verstaan. Nou, mensen, geniet lekker van het voorjaarszonnetje. En we hebben hier... We hebben zelf een groentespread gemaakt. Hoe het gaat waaien. Hier bijvoorbeeld hebben we een Maarts viooltje erop gelegd. Ja, je kan ze denk ik vanaf daar niet zien. Maar hier zit een madeliefje op. En paarse dovenetel. En de welbekende paardenbloem. Heerlijk. Ja. Nou, wij gaan er even lekker van Welke genieten. Welke ga jij? Pak ik de madeliefjes? Nee, pak de paarse dovenetel. Ja, ik ben heerlijk. Dol op die viooltjes. Die vind ik zo schattig. Ze zijn kei mooi, hè? Ja, ze ruiken ook heel erg lekker. Ja. Vind ik zo schattig. En de paarse dovenetel, daar maak ik graag thee van. Dus ik moet straks nog even wat verzamelen voor de thee. Ja, en dit is natuurlijk heerlijk. Zo in het voorjaarszonnetje. Lekker veel vitamine D opdoen. Ja. Heel gezond voor je. En de je. Vitamines van de voorjaarsplantjes. Ja. Hé. Hey. We gaan er weer voor. Echt wel. Doei. Tot de volgende kruidenheksen. Doei. Lekker, hè? Heerlijk. Mazzelaars zijn we. Ja.